Nu eerst Gary Moore, iemand die in 1974 zich aansloot bij een groep Thin Lizzy. Een van zijn grote favoriete gitaristen, Peter Green, vroeger van Fleetwood Mac, heeft ooit tegen hem gezegd dat hij naar zijn idee de beste gitarist op de wereld was. Iets wat ongeveer het rood achter de kaken van Gary Moore schijnt te hebben veroorzaakt. Hij heeft soms wel en soms niet bij Thin Lizzy gespeeld, samen met Phil Lynott, die hem af en toe overhaalde van kom er nou weer bij, want we moeten nog een tour maken. Verder heeft hij ooit een prijs gewonnen, Gary Moore, met zijn optreden in Andrew Lloyd Webber's Variations, een andere rockmusical van een bekende, zeer bekende rockmusical schrijver, zoals je ongetwijfeld zult weten. In 1979 maakt Gary Moore zijn soloalbum Back on the Streets, waar je vanavond ook het een en ander van kunt horen in dit uur tenminste. En de Parisian Walkways was een van de nummers van die LP. Na 1979 begint hij een band die heet G-Force en daar is hij denk ik bij de fans het meest mee bekend. In 1982 verandert Gary Moore van platenmaatschappij. Hij gaat naar Virgin Records. En zoals het bij Pinkpop gebruikelijk is, staat er altijd één stevige band. Ik weet niet of je Gary Moore's gitaarspel echt hard rock moet noemen. Het is in ieder geval wel een uitstekend gitarist die niet zo erg origineel is misschien, maar wel prachtig kan spelen. Hij wordt begeleid door Ian Pice op drums, Neil Murray op bas en Don Airey op keyboards. Gary Moore, vocals en gitaar, zoals het klonk op Pinkpop 1983. Well.
choose yourself. Is that what we're trying to be? Sing it!